Goedemorgen allemaal. Welkom bij op de dinsdag van de Dutch Media Week die wij mogen aftrappen deze ochtend met een verhaal dat we samen met Deloitte en een hele hoop anderen hebben opgetuigd over de ontwikkelingen en de toekomstperspectieven voor de media- en gamingindustrie in Nederland. Daar willen we jullie graag vandaag in meenemen. Ik ben Rob van Beek van de ROM, Utrecht Region. Naast mij zit Jens Groot van Deloitte en Gaston Colla van de gemeente Hilversum. Welkom allebei. Dankjewel. We hebben 3 kwartier de tijd. Jullie kijken allemaal online mee. En in die 3 kwartier willen we jullie meenemen eigenlijk naar hoe komt zo'n onderzoek tot stand. En dat heeft dan weer heel veel te maken met de positie die wij als regionale ontwikkelingsmaatschappij in de regio vervullen. Dus daar neem ik jullie eventjes in mee. Daarna gaat Jens in op de belangrijkste uitkomsten die we in het onderzoek hebben ontdekt. En die mooie kansen bieden voor de media- en gamingindustrie in onze regio. En als laatste wil ik even kijken naar, maar wat betekent dat nou feitelijk? Hè? Waar willen we dan met jullie allemaal naartoe? En dat is eigenlijk de mooiste stap om mee te beginnen, is jullie direct al uitnodigen om na te denken tijdens dit verhaal over op welke manier kunnen wij samen met de ROM, samen met de gemeente Hilversum en samen met de kennisinstellingen en de bedrijven in onze regio een mooie toekomstperspectief neerzetten voor de media- en gamingindustrie in Nederland en in wat iets smallere zin in de Utrechtse regio. Nou, om te beginnen wil ik jullie meenemen in wat doet nou de ROM Utrecht Region. Ja, wij kunnen ons voorstellen dat nog heel veel mensen ons niet kennen, want we bestaan pas 2 jaar. Dus we zijn eigenlijk zogezegd ook een start-up in onze eigen regio. Maar wat doen wij? ROMs, er zijn er een hele hoop in Nederland, zijn neergezet door het ministerie van Economische Zaken om eigenlijk de verbinding te maken in de regio's met de ondernemers. En dat doen we niet met alle ondernemers, want dat zou veel te veel zijn. Wij richten ons vooral op de innovatieve, ambitieuze ondernemers die echt op zoek zijn naar groeikansen. En dat doen we niet voor niks. We hebben onderzocht, als je kijkt naar de brede welvaart in de regio Nederland, dan zie je dat daar waar de grootste economische groeipotentie zit, dan zit dat bij start-ups, scale-ups en innovatief MKB. En daar richten wij ons dus ook op. Dat doen we eigenlijk met 4 pijlers die jullie hier zien op het scherm. Dat doen we met een team investeren. We hebben een aantal fondsen waarmee wij in start-ups en scale-ups investeren om ze te helpen groeien. Dat doen wij denk ik wel op een andere manier dan de standaard venture capitalist dat doet. Wij doen dat wat meer lange termijn. Dat betekent dus ook dat wij iets meer geduld hebben misschien om onze revenue eruit te krijgen. Maar dat maakt ons wel een hele mooie betrouwbare mede-investeerder. Het tweede wat we doen is internationaliseren. En dat bestaat eigenlijk weer uit 2 onderdelen. We helpen bedrijven uit het buitenland zich te vestigen in Nederland. En dat doen we dan natuurlijk het liefst op basis van de economische profielen die wij hier hebben. En omgekeerd helpen wij bedrijven uit Nederland zaken te doen met het buitenland. En dat doen we onder andere door het organiseren van missies naar grote beurzen en events. We zijn zojuist nog met 20 bedrijven uit de Utrechtse regio in Amerika geweest, onder andere bij Silicon Valley, om daar te kijken op welke manier wij de duurzame bedrijven en de mobiliteitsbedrijven in de Utrechtse regio kunnen helpen om zaken te doen met Amerika. Nou, dat is even een korte introductie in wat wij doen. Dat doen we allemaal op een hele intelligente manier. En het derde team wat ik nog wilde toevoegen is het team innoveren. En dat is een belangrijk team in deze constellatie, want het team innoveren heeft ook de aanzet gedaan tot dit onderzoek. Onder andere Saskia Bossink bij ons, die daar een van de initiatiefnemers van is geweest, samen met Simon, onze strateeg. En de gemeente Hilversum en Deloitte hebben we ons voorgenomen om eens te kijken van, hey, waar zitten nou de kansen voor de media- en gamingindustrie in Utrecht? In de Utrechtse regio, om het zo te zeggen. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan we meteen door, want anders wordt het veel te lang. Als ik naar de volgende slide mag, dan wil ik jullie even meenemen in waar voor ons nou de belangrijkste inzichten zitten. We hebben een analyse gemaakt van de regio en wat je ziet is dat we heel hoog scoren op de brede welvaart. Het is goed toeven in onze regio, zowel wat betreft de bereikbaarheid van het groen als het opleidingsniveau van de mensen in onze regio, de bedrijvigheid in onze regio, het aantal start-ups, het aantal patenten dat er wordt aangevraagd. Je zou kunnen zeggen dat wij als Utrechtse regio een mooie, ontwikkelde, breed welvaartsniveau hebben. Dat blijkt ook overigens uit de internationale metingen waar wij al jaren als regio meedoen in de top 5. En dat vind ik wel een mooi dingetje. Maar wat is nou de rol van de ROM daarin? Wij willen eigenlijk ontdekken welke innovatieve netwerken er zijn in onze regio, waarin wij bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen kunnen gaan laten werken om dat economische profiel, om dat te verbeteren. Nou, dan neem ik jullie, om dat een beetje te snappen, neem ik jullie mee naar hoe komt zoiets nou tot stand. En don't worry heren, ik ga hier niet al te lang op in, want anders zit ik hier in mijn eentje te praten.
Maar we zijn in de regio ruim 3/4 jaar geleden met de ROM begonnen om eens in kaart te brengen waar is Utrecht nou goed in. Heel veel van jullie zullen misschien herkennen dat als je mensen vraagt waar de Utrechtse regio goed in is, dat ze niet meteen het antwoord weten. En dat is precies het probleem. Wij vertellen te weinig wat we goed doen in onze regio. En we hebben daarop een document gemaakt dat heet De Talenten van de Utrechtse regio. En als je naar de Utrechtse regio kijkt, dan en je analyseert alle data, zowel de brede welvaart als de economische profielen, maar ook de welvaartselementen in onze regio, dan zie je eigenlijk drie belangrijke dingen gebeuren. We hebben een zeer goed ontwikkelde regio op het gebied van de gezonde mens, de gezonde samenleving en de gezonde leefomgeving. En daar kom ik zo nog een beetje op terug. Maar dit rapport, wat jullie hier zien, daar hebben we dat bij in kaart gebracht. En wat blijkt nou? Op alle drie deze inzichten, gezonde mens, leefomgeving en samenleving, scoort de Utrechtse regio extreem goed. Er zit een bovenmatige hoeveelheid bedrijven in onze regio die te maken hebben met een van deze drie gezondheidsaspecten, noem ik het maar even. Nou, en de belangrijkste waar we voor vandaag natuurlijk zitten is de media- en gamingindustrie. Dat is een van de drie. We hebben overigens in de regio meerdere talenten. We hebben in maart in de Amersfoort-regio over de as van Amersfoort-Utrecht Earth Valley gelanceerd. Een ecosysteem dat zich heel erg bezighoudt met, noem het slimme sustainability. Dan gaat het over watermanagement, duurzaam gebouwde omgeving, digitalisering daarin. We zien in Utrecht een mooi cluster wat gaat over life sciences en health, waar wij heel goed in oncologie zijn, vooral kinderoncologie natuurlijk, pandemic preparedness, gentechnologie. En in Hilversum zijn we gaan onderzoeken, maar wat is nou vanuit de as Hilversum-Utrecht met de gamingindustrie? Wat zijn nou de unieke elementen waarop wij onszelf onderscheiden ten opzichte van andere regio's in Nederland, maar misschien ook wel met wereldwijde potentie? En daar willen we vandaag wat verder op inzoomen. En dat gaan we doen met z'n drieën. Dus de heren gaan ook gewoon instappen wanneer we denken wanneer ze denken dat dat fijn is. Nou ja, ik ben maar zo vrij, Rob. Ja, doe maar lekker. Je benadrukt nu heel erg Hilversum en Utrecht. Belangrijk, denk ik, want daar zit natuurlijk ook het grootste deel van de industrie. Maar het onderzoek, maar goed, Jens zal dat verder toelichten. Het onderzoek is natuurlijk echt op Nederlands schaalniveau bekeken. Ja, dus ja, we hebben het echt over de Nederlandse media- en gamingindustrie. Ja. Maar waarbij we natuurlijk wel trots op zijn dat een groot deel van die industrie in dit gebied zit. Dus dat klopt, ja. Ja, ik ben daar ook wel een beetje chauvinistisch in, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat de Utrechtse regio daar uiteindelijk een goede rol in kan spelen. Ja. Nee, maar dat is helder. Dat is natuurlijk de reden waarom wij als gemeente Hilversum er natuurlijk ook veel energie in stoppen. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de industrie in zijn totaliteit. Die moet gezond zijn en die moet sterk zijn. En als ze dat weten te organiseren, ja, dan gaat het in Hilversum ook goed. Ja. Nou, daar sluit ik me volledig mee aan, Gastel. Wat misschien nog goed om te vermelden is dat we natuurlijk niet zomaar gaan onderzoeken waar we goed in zijn om dan maar iets te gaan doen. Het is belangrijk in de constellatie overheden, bedrijven en kennisinstellingen dat we ook zoeken naar wat sluit nou aan bij waar de Nederlandse overheid mee bezig is. Welke missies heeft de Nederlandse overheid en op welke manier sluiten wij daar binnen die ecosystemen die we gedefinieerd hebben ook goed bij aan? Want op het moment dat dat ook zo is, dan is de kans op funding, de kans op het inschrijven voor grote innovatieprojecten is veel groter. En dan zullen we vanmiddag, is er tijdens de Media Week nog een belangrijk evenement. Dan wordt de innovatieagenda aangeboden vanuit de industrietafel aan de minister. Dat is officieel al gedaan. Dus we zijn ook heel benieuwd wat haar reactie daarop gaat zijn. En ik heb er hele goede hoop op dat wij als ROM straks ook mogen helpen om daar mooie projecten van binnen te halen. Nou, dat gezegd hebbende, als laatste, voordat we naar Jens gaan, wil ik jullie heel even meenemen in dat ecosysteem. Want we merken vanuit de ROM toch vaak dat het onduidelijk is wat doet zo'n ecosysteem nou. En in een ecosysteem heb je in principe vier spelers. Je hebt de overheid, je hebt de kennisinstellingen en je hebt de ondernemingen. Dat zijn de drie core spelers en de ROM zit daar tussenin. En de reden dat wij daartussenin zitten is omdat wij zogezegd relatief onafhankelijk zijn. We hebben geen belang, behalve het belang van de hele regio. En dat maakt ons een verbinder in die drie-eenheid. En als je dan kijkt naar wie speelt welke rol in zo'n ecosysteem, dan zie je dat de overheid vaak opdrachtgever is van innovatieprojecten. En die rol willen we ook heel graag bij de overheid laten liggen. De overheid zorgt er onder andere ook voor dat de infrastructurele kant wordt geregeld. Het aanleggen van wegen, bereikbaarheid, et cetera. Dat is eigenlijk de rol van de ROM.
Daarnaast heb je de rol van de kennisinstellingen en de opleidingsinstituten. Die zorgen voor het opbouwen van curriculum. Het juiste talent dat nodig is om een ecosysteem zich te laten ontwikkelen. Maar ook de research en development vanuit de universiteit en de hogescholen die er gedaan wordt. Mooi voorbeeld daarvan in Hilversum is een initiatief wat we gelanceerd hebben afgelopen juni, de Metaverse Werkplaats, waar een aantal lycea in Nederland samen zijn gaan werken om eigenlijk nieuwe professionals te ontwikkelen die experimenten gaan uitvoeren in de Metaverse, om gewoon te ontdekken wat kan het voor ons betekenen. Prachtig initiatief. De derde zijn de ondernemingen, en dat is natuurlijk essentieel voor het ontstaan van een ecosysteem. En de ondernemingen, daar komen de innovaties vandaan. Daar moeten de talenten gaan werken die er uiteindelijk voor gaan zorgen dat ecosystemen gaan floreren. Nou, de rol voor de ROM heb ik jullie straks uitgelegd. Wij kunnen daarin faciliteren, wij kunnen daarin verbinden. We investeren en we internationaliseren en zo proberen we dat bij elkaar te brengen. Nou. Denk ik ik hoop dat dat helder is in ieder geval voor iedereen. Op het moment dat jullie daar vragen over hebben, dan ga ik ervan uit dat er op de site e-mailadressen van ons te vinden zijn. En aarzel alsjeblieft niet, want ons doel is alleen maar om iedereen bij elkaar te brengen en samen mooie projecten daarover te gaan optuigen. Jens, ik denk dat ik jou het woord ga geven. Yes. Want iedereen zit natuurlijk te wachten op wat staat er nou in vredesnaam in dat mooie onderzoek wat jullie gedaan hebben. Dus the floor is yours. Helemaal goed. Dankjewel, Rob. Dus ik zal inderdaad in ongeveer 10 à 15 minuten de voornaamste resultaten van ons onderzoek presenteren. En dat spitst zich dan natuurlijk toe echt op de sleuteluitkomsten van dat onderzoek. En als we eerst even kijken naar de aanpak die we hebben gehanteerd bij het onderzoek, we hebben gekeken naar het Nederlandse media en gaming ecosysteem. En nou, dat hebben we eigenlijk dus op één hoop gegooid. Maar dat is eigenlijk best wel veel bij elkaar. Hè? Dus om dat even te duiden, dan hebben we het dus eigenlijk over de Nederlandse media-industrie. We hebben het ook over de Nederlandse gaming-industrie. En we hebben het over de aanpalende activiteiten die daaromheen zitten. Denk aan sleuteltechnologieën die daarin toegepast worden. Denk ook aan reclamewezen, denk ook aan distributie. Dus echt van een hele brede scope, waar we eigenlijk in vogelvlucht daar doorheen zijn gegaan en hebben gekeken van nou, welke economische trend zien we nu in dat brede ecosysteem. Welke technologische ontwikkelingen zien we? Welke maatschappelijke impact hebben die ontwikkelingen? En dat hebben we dan ook gelegd op de Nederlandse positie. Hè? Dus wat zijn nu de krachten en ontwikkelpunten van de Nederlandse media- en gaming-industrieën en de activiteiten daaromheen? En wat impliceert dat dan voor de toekomst? Van wat moeten we dan doen om die industrie nog succesvoller te maken? En dat op deze slide wordt dan de toekomstpotentie genoemd. Dus waar zien we dan met name de kansen? En wat is de succesaanpak? Dus wat zijn de ingrediënten die dan in de aanpak moeten zitten om die industrieën nog succesvoller te maken naar de toekomst toe? Ja, dat is eigenlijk een combinatie geweest van desk research, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de vele rapporten die wij als Deloitte hebben geschreven, maar ook veel andere partijen en veel van de instellingen ook binnen Nederland. En we hebben een 20-tal interviews gedaan van het leiderschap binnen de Nederlandse media- en gaming-industrie. En natuurlijk de partners die eigenlijk om het hele project zich altijd hebben begeven. Nou, als we dan kijken naar de resultaten van het onderzoek, dan wil ik beginnen met de vier overkoepelende trends die we hebben geïdentificeerd. Dus als je kijkt naar de economische trends, de technologische trends en de maatschappelijke impact, dan hebben we eigenlijk vier overkoepelende trends gedestilleerd die we in dat ecosysteem zien plaatsvinden. De eerste trend is de opkomst van de direct-to-consumer, de DTC-platformen. Waarbij we zien dat die platformen steeds meer consolideren langs de waardeketen. Dus distributie, aggregatie, maar ook productie. En dat die ook steeds meer convergeren langs verschillende mediatypes. Dus waar je voorheen zeg maar, de specialisatie zag op een specifiek mediatype, zie je nu dat platformen daar steeds breder in gaan ontplooien en verdiepen. De economische impact daarvan is significant. Je ziet ook met name dat deze trend wordt ingevuld door internationale DTC-platformen. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de spend op de digitale advertenties. Dus 80% van de digitale advertenties van die markt wordt bezet door internationale DTC-platformen. Dus dit is echt een hele belangrijke trend binnen de markt en een belangrijke economische verschuiving
die natuurlijk ook maatschappelijk relevante impact heeft. Hè, waarbij je ziet dat veel van de entertainment, maar ook informatievoorziening door dit soort platformen worden ingenomen. Als je kijkt naar de tweede trend, dan gaat het om digitale privacy en veiligheid. En je ziet eigenlijk daar vanuit die verschillende invalshoeken, zie je daar hele duidelijke beweging op dit moment. Hè, vanuit de maatschappij steeds meer druk op privacy van consumenten en het recht op privacy van consumenten. Het bedrijfsleven die daar ook gehoor aan geeft, hè, met initiatieven die we denk ik allemaal kennen rondom bijvoorbeeld cookieless. En natuurlijk met name de Europese wetgeving die eraan gaat komen rondom DSA en DMA. Hè. Dus je ziet vanuit de maatschappij, vanuit het bedrijfsleven en vanuit de regelgever zie je dat daar nu echt veel beweging is. En dat geeft eigenlijk ook hele mooie kansen voor het Nederlandse media- en gaming-ecosysteem. Jens, nou zitten er heel veel verschillende type mensen hier te luisteren, kan ik me voorstellen. Kun je misschien die afkortingen even iets toelichten? Want ik denk... Ja. Ik denk dat dat helpt. Ja, nee, dus voor qua regelgeving inderdaad, dus dat noemde ik inderdaad de afkortingen DSA en DMA. Dus dat staat voor de Digital Services Act en de Digital Markets Act. En eigenlijk kort gezegd gaat het erom dat de Europese wetgeving en de Europese Commissie die gaat toezien op vooral de machtige partijen, de online marketplaces en de grote sociale netwerken binnen Europa. En daar gaat regelgeving omkomen om te zorgen dat bijvoorbeeld ook beïnvloeding van bepaalde groepen, maar ook bijvoorbeeld hoe je producten brengt naar de markt, dat daar meer regelgeving omheen gaat komen en dat ook gehandhaafd gaat worden. Om dus die privacy en veiligheid voor consumenten beter te waarborgen dan op dit moment. Dank je. De derde trend gaat om automatisering en personalisatie door middel van AI. Dat staat voor Artificial Intelligence, in Nederlands kunstmatige intelligentie. En je ziet eigenlijk dat ook weer langs die waardeketen, dus distributie, aggregatie en productie, kunstmatige intelligentie een belangrijke rol speelt en een steeds belangrijkere rol speelt. Als je ook kijkt naar de Nederlandse positie daarin, hier op het Mediapark specifiek, hebben we natuurlijk hele sterke capaciteit op het gebied van lokalisatie. Nou, en nu is dit nou net een technologie die dat weer een stap verder kan brengen en waar we met name ook een hele mooie koppeling zien tussen gamingtechnologie en mediatechnologie, bijvoorbeeld op het gebied van lipsync. Ook die misschien even toelichten, die laatste. Ja, dus lipsync is eigenlijk dat je dus de mimiek, zeg maar, van het gezicht, zoals ik nu aan het praten ben, dat je dat kunt aanpassen in lijn met gesproken tekst. Dus eigenlijk dubbing, hè, zoals we dat kennen van wat met name in andere Europese landen ook plaatsvindt. En dat de mimiek van het gezicht niet synchroon loopt met de gesproken tekst. Dat je dat dus eigenlijk met elkaar kunt synchroniseren. Wat ik trouwens met Nederlandstalig, hè, dat is natuurlijk de belangrijkste winstpakker, zal ik maar zeggen. Want er is natuurlijk Engelstalig al heel veel. Want juist die Nederlandse content, om die verder te brengen, is natuurlijk die Nederlandstalige kant van. Ja. Wat ik bovendien interessant vind aan dat soort technieken en ontwikkelingen, is dat het schaalbaar is in andere categorieën. He, dus je kunt je voorstellen dat wanneer je die lip-sync-technologie toepast in de zorg, wanneer je mensen met een niet-Nederlandse achtergrond bijvoorbeeld zou willen helpen en in één keer je content kunt vertalen in een andere taal die heel echt voelt, dat je ook op die vlakken heel veel crossovers vanuit die media- en gaming-industrie krijgt naar andere categorieën. En dat maakt het ook zo interessant, denk ik, dat plaatsvindt. Ja. Ja, en het mooie is inderdaad, Gaston, ook terecht punt wat je aangeeft op de maatschappelijke impact daarvan. Ik denk daarnaast ligt die ook nog op dat je Nederlandse producties ook gemakkelijker zou kunnen exporteren middels deze technologie. En dat je de technologie zelf, dus het Mediapark, zeker goede capaciteit in heeft. Dat je dat natuurlijk ook heel goed kunt exporteren naar andere landen. En je daar dus een hubfunctie eigenlijk hier kunt vervullen op dit vlak. Dus daar zien we ook hele mooie aanknopingspunten met inderdaad die Nederlandse positie. Je hebt dan een soort dubbel effect. Je hebt effect in de industrie zelf en een soort spillover naar de andere sectoren toe. Dus je hebt een soort dubbel verdieneffect wat je zou kunnen organiseren. Precies, ja. En daar is de vierde denk ik ook heel relevant. Hè. Dus de vierde trend gaat om gamificatie en immersive content. En dat is ook weer een trend waar we echt gaming en media in elkaars verlengde zien. En dat is eigenlijk de opkomst van de immersive content. Nou, dat is weer een mooie term. Maar het is eigenlijk dus het meer
dat je eigenlijk meer op kunt gaan in de content die geproduceerd wordt. Middels bijvoorbeeld virtual reality of augmented reality. Hè. Dus denk aan de virtual reality bril waarmee je in een virtuele wereld terechtkomt. En je echt opgaat in een film, opgaat in een game. Maar dat, als we het hebben over spillover, kun je daar heel veel spillover mogelijkheden bedenken. Ook buiten media en gaming. Als je bijvoorbeeld kijkt naar extended reality, wat dus eigenlijk de verzamelterm is voor virtual reality, augmented reality en alles wat daarmee samenhangt, zie je dat 51% van die toepassingen binnen media en gaming zit en de rest buiten media en gaming zit. Dus als je het hebt over spillover vanuit media en gaming naar andere sectoren, ja, dan is dit een trend die zeer relevant is. En het is dat vond ik wel een hele mooie eye-opener, dat je ziet dat er nog een hele markt te winnen is, hè, ja. Buiten de, zeg maar, de secte media-industrie. Ja, er zijn ook heel veel toepassingsgebieden die je zou kunnen benutten. Precies. En daar zit echt nog wel veel economische verdiencapaciteit aan die kant. Ja. Ik denk dat dat ook wel. Zou dat een punt zijn waar de media en de gaming-industrie elkaar kunnen vinden? Omdat er veel van dat soort nieuwe ontwikkelingen vaak van nature ontstaan binnen de gaming-industrie. Mm-hmm. En dan toepasbaar worden voor andere industrieën zoals de gamingwereld of de mediawereld waar we nu over spreken. Ja, nou, je ziet nu al dat zeker ook bij de partijen in het Nederlandse ecosysteem die actief zijn op productietechnologie, dat die dit soort technologieën ook reeds toepassen. Dus in die zin zie je dat wel ontstaan. Maar dat is denk ik ook wel een brug inderdaad naar de succesaanpak. Hè? Of in ieder geval de ingrediënten van de succesaanpak die we met elkaar hebben geïdentificeerd, waar we meer over zeggen op de volgende sheet. Want we zien ook wel dat daar mogelijkheid ligt om dat nog beter met elkaar in te richten. En om daar het ecosysteem nog succesvoller te laten zijn. En het eerste punt, Rob, ik denk dat dat ook linkt aan het punt wat je stelde. Is de versterking van het ecosysteem en de capaciteitsopbouw. Dus dat je eigenlijk rond deze trends en de technologieën die daarmee samenhangen, dat je daar de capaciteiten binnen het Nederlandse ecosysteem in versterkt. En met name ook middels de samenwerking binnen dat ecosysteem. Het zijn natuurlijk hele complexe technologieën die hier allemaal achter zitten. Het is heel lastig voor één bedrijf om dat allemaal te internaliseren. Het is veel waarschijnlijker dat je dat doet met partnerships en met verschillende partijen in zowel Nederland als ook in andere Europese landen. En dat je dus een verbinding maakt bijvoorbeeld tussen het Mediapark hier in Hilversum met de XR en AI clusters in de regio's Delft en Eindhoven die daar ontstaan vanuit de technische universiteiten. Dus dat eerste punt gaat echt om dat stuk, dat we dat nog beter bij elkaar brengen. En dat we dus die kruisbestuiving die er ligt tussen die technologieën en media en gaming, dat we die zo goed mogelijk, gaan inrichten. Het tweede stuk gaat meer over zelfbeschikking, soevereiniteit rondom de distributie, maar ook creatie van content. Hè. Dus met name dat dit wordt ook deels ingevuld door die opkomst van DTC-platformen. Die natuurlijk ook heel veel, denk ik, mooie producties op dit moment brengen richting Nederland. Dus we willen dat ook niet neerzetten als iets wat per se een slechte ontwikkeling is. Maar het is wel belangrijk om met elkaar te bepalen waar willen we zelfbeschikking hebben op bepaalde vormen van distributie. Bijvoorbeeld op nieuwsvoorziening, informatievoorziening. Maar ook de technologieën die daarmee samenhangen. Hè. Dus als je kijkt naar de algoritmes die samenhangen daarmee. Met name ook met indirecte nieuwsconsumptie. Wat zijn de algoritmes die daar onderliggend zijn? En voelen we ons comfortabel met het feit dat dat soort algoritmes nu toch wel in handen zijn van een relatief klein groepje bedrijven. Hè? Dus we moeten daar wel bewust mee omgaan. En dat komt ook uit het onderzoek, ook uit de interviews, dat dit dingen zijn waar mensen zich zorgen over maken. En dat raakt ook waar Robert in het begin over had, over een van de grote vraagstukken natuurlijk in de maatschappij. Hè, zijn we nog baas over onze eigen data? Kunnen we dat beter en anders organiseren? Ja. Kunnen we veel meer toe naar die decentrale datakant? En ja, dat vraagt echt een totale mindshift, zal ik maar zeggen. Echt een systeemverandering. Precies. En de vraag is een beetje, zijn wij nou bereid en in staat? En willen wij echt die stap ook vanuit Nederland zetten? Want het is natuurlijk een vraagstuk wat niet alleen in Nederland speelt. Maar dat speelt natuurlijk ook zeker op zijn minst op Europees niveau. Ja. Dus die stap die is denk ik essentieel. Dus dat is ook wel de uitdaging waar we nu voor staan. Durven die stap te zetten? Ja. Wil de industrie het? Ja. Nou, ik denk dat de industrie het wel wil. Ja. Getuige ook de innovatieagenda die ze samen hebben opgesteld. En juist dat hele datastuk, dat is denk ik een hele essentiële als fundament om allerlei andere toepassingen op door te ontwikkelen. Maar ik ben het met je eens, Gaston, dat moet een Europees
Europese samenwerking worden uiteindelijk. Ik denk ook dat de ROM daar een rol in kan spelen, in de zin van dat wij kunnen die netwerken die in verschillende landen zitten ook weer bij elkaar brengen om daar samen visie op te ontwikkelen en actieagendas op samen te stellen. Ja, ja. Ja, en de derde pijler gaat eigenlijk om de verbreding van de maatschappelijke impact. Dat woord spillover is ook al een aantal keer gevallen. Hè? Dus de spillover van media en gaming naar andere industrieën. Nou, als je het hebt over data, is dat denk ik bij uitstek een heel mooi thema waar media en gaming heel sterk in is. En ook een rol kan pakken in die opkomst nu van digitale privacy en veiligheid. Wat ook breder neer te zetten dan alleen binnen media en gaming. Hetzelfde geldt voor het stuk waar we het over hadden, over het immersive stuk, dus het extended reality stuk. 49% van die markt vindt plaats buiten media en gaming. Maar media en gaming is daar wel de frontrunner eigenlijk op. Mm-hmm. Qua toepassing van die technologie. Dus die verbredende rol die je kunt pakken als sector rondom deze trends. Vanuit een maatschappelijk perspectief, die is zeer relevant. En die wordt eigenlijk alleen nog maar relevanter buiten zeg maar, de bekende maatschappelijke impact, waar we natuurlijk mee bekend zijn rondom nieuwsvoorziening, pluriformiteit, diversiteit, die natuurlijk altijd zal blijven spelen. Maar we zien dus met name ook rondom dit soort technologieën dat een veel bredere impact nog kan worden. Ja. Met name het belevingsstuk is daar essentieel in. Hè? Dat is, als je kijkt naar het, we willen natuurlijk steeds meer participatie hebben. Mensen, burgers spreken mee, doen mee, vormen beleid. De overheid is, gaat een terugtrekkende beweging maken. Dus hoe krijg je nou zeg maar, die participatie beter georganiseerd? Ja. En dan is het denk ik een hele mooie tool om die immersive content daarin te zetten. Want dan zit je veel meer in die belevingssfeer. Ja. En wat betekent het nou als we een ontwikkeling gaan doen in een stad? Of als je scenario's gaat neerzetten? Dat was vroeger tegen tafel. Maar op het moment dat je het echt beleeft, dat je er echt in zit, mm-hmm. dan krijg je een heel andere vorm van participatie en betrokkenheid van de burgers. Dus ik denk dat een hele essentiële en hele mooie toepassing is. Wat ik heel mooi vind om te zien, als ik jullie zo hoor praten, is dat je dat ook in die constatering die we hebben gedaan en die talenten die we in de regio hebben, die crossovers eigenlijk er al zijn. Ja. En het voor ons veel meer een kwestie is van het bij elkaar gaan brengen. Neem bijvoorbeeld digital twinning in de ingenieursbureaus, waar digitale modellen over steden, water, et cetera, worden neergelegd. Dat zijn natuurlijk prachtige dingen om ook op andere categorieën toe te passen. Of de investering die we net gedaan hebben in HoloMoves. Een start-up waar we net een investering hebben gedaan, die virtual reality gebruiken om mensen die geopereerd zijn weer in beweging te krijgen. Een hele duidelijke crossover van die verschillende technologieën waarbij je andere industrieën ook gaat helpen. Ja, gaaf om te zien. Ja. Ja, en als we dan weer de koppeling maken ook naar waarop zeg maar, het stuk ook mee begon rondom, rondom het ecosysteem, hè, en ook de ecosysteemactoren, hebben we eigenlijk ook dus een visie opgesteld van wat betekent deze succesaanpak nu en hoe van hieruit verder, want daar gaat het toch uiteindelijk, toch uiteindelijk om. Met die drie pijlers eigenlijk daarboven rondom soevereiniteit op sleuteltechnologieën, vergroten van economische waarde en verbreding van maatschappelijke slagkracht. Die, zeg maar, wat dan zeg maar de pijlers zijn van dat media- en gaming-ecosysteem. En wat betekent dat dan voor die verschillende ecosystemen, actoren die daarmee samenhangen. Hè? Dus voor het bedrijfsleven, voor overheid, kennisinstellingen, betrokken consumenten. Dus eigenlijk hebben we daar gezamenlijk een lijst gemaakt van ambities die we de komende tijd, die de ROM de komende tijd met de betrokken partners wil gaan oppakken. We willen in ieder geval voor deze sessie even stilstaan bij een drietal zeg maar geshortliste ambities die eigenlijk voor korte termijn uitvoering zijn. Het eerste is aansluiten bij de agenda van de industrietafel, waar we natuurlijk hier vanmiddag ook bij stil zullen staan. Dus we zien. Misschien, ik onderbreek Jens, maar ik kan me voorstellen dat men denkt de industrietafel. Ja, goed. De industrietafel is een samenwerking van de 15, 16 belangrijkste CEO's in de brede media-industrie. Dus dat gaat van publiek tot en met privaat over de hele keten heen. De grote spelers in Nederland. Die elkaar gevonden hebben en die hebben gezegd, de uitdagingen zijn zo majeur. De positie van de industrie vraagt echt om een gezamenlijke inspanning. En zij zijn nu zover dat ze hebben gezegd, wij moeten echt met z'n allen zo'n gezamenlijke innovatieagenda opzetten. Dus dat eventjes als verklaring van de industrietafel. Ja. Wat is nou, Gaston, welke rol willen jullie als gemeente Hilversum hier eigenlijk in spelen?
Nou, we zijn in het begin hebben wij zeg maar, een aanjagende rol gespeeld in de zin van dat we die spelers bij elkaar hebben gebracht. Uiteindelijk is het aan de industrie zelf natuurlijk om stappen te zetten. Mm-hmm. Dus wij zijn in die zin ja, faciliterend het oliemalletje op een aantal punten. Dat doen we uiteraard niet alleen. En Media Perspectives heeft daar ook een belangrijke rol in. Maar wat ik heel mooi vind is dat wat er nu is ontstaan is dat die partijen zelf hebben gezegd op basis van de uitdagingen die er nu liggen. Dat zijn economische vraagstukken. Dat gaat over concurrentie, gaat over verdienvermogen. Maar dat gaat ook heel nadrukkelijk over vraagstukken als privacy, onafhankelijke journalistiek. Dus we hebben echt een aantal belangrijke issues in Nederland. Waarvan de industrie nu heeft gezegd, wij pakken dat nu samen op. Natuurlijk zit daar concurrentie. Maar ze snappen ook dat ze het ieder voor zich niet georganiseerd krijgen. Dus zij hebben nu de handen ineengeslagen. En het is echt uniek dat ze op basis echt van de vraagstukken uit de praktijk. Die hebben ze verzameld en daar hebben ze nu met z'n allen één gezamenlijke innovatieagenda voor opgezet. Dat is wel uniek te noemen dat ze met z'n allen samen dit zijn gaan doen. Waarom is dat dan nu wel gebeurd, Gaston? Ja, daar is er misschien ook een kwestie van dat de tijd er op een gegeven moment rijp voor is. Er is veel in geïnvesteerd in de samenwerking. Mensen moesten elkaar maar aan elkaar wennen. Het heeft ook vaak wel met poppetjes te maken, met personen te maken. Het heeft ook te maken met het feit, denk ik, dat we zien, en wat jullie ook in het rapport laten zien, dat een heel groot deel van de inkomstenstromen die vloeien weg naar het buitenland. Dus daar zit ook gewoon verdiencapaciteit, urgentie. Ja. Maar ook de vraagstukken als het gaat om bijvoorbeeld het hele data-vraagstuk. Ja. Daar zitten ze allemaal mee. Ieder voor zich kan dat niet oplossen. En in gezamenlijkheid kunnen ze in, nou, wat we dan zo mooi noemen, dat pre-competitieve moment, daar kunnen ze nog heel veel dingen samen organiseren. En dat is echt een hele unieke beweging die nu plaatsvindt. Dat is het zeker. Ik denk wel dat in de realiteit, en dat zijn we tijdens het onderzoek natuurlijk ook samen achtergekomen, het ook zo is dat er nog wat bruggen te bouwen zijn. Hè? Neem bijvoorbeeld de brug tussen de gaming en de media-industrie aan zich. Hè? Die is er nog onvoldoende. Ik denk wel, en ik zou daar vanuit de ROM, willen wij daar een rol in spelen om programma's te vinden waar wel die verbinding logisch is. Ja. Zodat je het niet gaat forceren, maar het juist gaat zoeken op de inhoud. Ja. Want die liggen er wel degelijk natuurlijk. Ja, en dat is ook op het punt, hè, van stimulering, verbindend leiderschap en campusvorming, wat we als vervolgstap gezamenlijk hebben opgesteld. Dat is inderdaad precies om wat je zegt om media en gaming bij elkaar te brengen. Maar ook die aanpalende technologieën daarbij te betrekken. Hè. Dus ook die XR, ook die AI-communities die hier buiten media en gaming nog liggen, maar wel een toepassing vinden binnen media en gaming. Om dat nog effectiever bij elkaar te brengen. En we geloven ook echt in een voortrekkersrol daarin. Hè? Dus om te kijken van wie zou daar een voortrekkersrol kunnen pakken. Om te zorgen dat je dat met inderdaad de juiste initiatieven, dat je dat uiteindelijk ook in de uitvoering, dat je dat echt goed kan krijgen. Dus dat is inderdaad het punt wat we ook hebben neergezet als een van de drie ambities. Je ziet nu al wel brokstukjes ontstaan, hè? Want je noemt campusontwikkeling. We zijn natuurlijk hier in Hilversum volop bezig. Je ziet dat veel partijen elkaar ook hier aan het vinden zijn. Dan heb ik gezegd, nou, we moeten echt naar die campusorganisatie toe. Dus een ander type omgeving creëren, andere vorm van samenwerking. Maar goed, Hilversum is één, terecht wat je zei. Als we dit soort bewegingen willen organiseren, dan zullen we ook die verbinding met andere partijen, met een brainport of moeten we gaan zoeken. Maar daar gebeuren dus al wel stukjes. Ja. De Metaverse noemde jij al even, de Metaverse werkplaats. Ja, ik vind dat zelf ook wel een heel mooi initiatief, omdat je daar ook ziet dat individuele kennisinstellingen zien en snappen dat er iets moet gebeuren. Maar alleen krijg je het niet voor elkaar. Dus maar die verbinding die maakt dat het nu kan gaan vliegen. Dus die brokstukjes zijn er wel. Ja. We moeten het nu wel bij elkaar brengen naar een grotere agenda. Ja, vanuit positionering inderdaad, regionale positionering zou ik zeggen, laten we vanuit de as Hilversum Utrecht, hè, ook de gamepartijen niet vergeten, die claim leggen en vervolgens vooral gaan samenwerken. Ja. Kijken bijvoorbeeld ook naar Breda, hè, qua opleiding op het gebied van gaming en media. Dus er zijn verschillende entiteiten. Uiteindelijk moeten we het samen gaan doen, denk ik. Ja, en zeker rondom gaming, dat is inderdaad het middelste stuk op de plaat wat we nog zien. Dat is ook wel een belangrijke uitkomst van het onderzoek. Is dat je toch ziet dat zeker in Nederland gaming niet altijd dezelfde erkenning krijgt als media. Dus je ziet dat gaming toch ook een veel kleinere industrie is. Dat is ook wel onderdeel van een hele
internationale industrie. Hè? Dus media is natuurlijk ook aan het internationaliseren. Maar bij gaming is dat eigenlijk al veel langer aan de gang. En je ziet dus juist dat die technologieën vanuit extended reality ontstaan vanuit gaming. Dus wat we ook hebben gedefinieerd als vervolgstap is dat ook op die gaming-industrie wil je specifiek beleid voeren om te zorgen dat je meekomt ook met omringende landen in Europa, maar ook daarbuiten en daar ook de verbinding mee zoekt. Maar dat je echt erkent dat gaming hier een voortrekkersrol in heeft. En om te zorgen dat je leidend wil zijn op het immersive stuk, op het mogelijke metaverse stuk, hè, met alle onzekerheden van dien. Maar dat is natuurlijk wel een hele interessante ontwikkeling. Zul je daar als Nederland ook meer op moeten inzetten met actief beleid, met specifieke financiering om die industrie nog meer van de grond te krijgen en succesvol te worden in die technologieën. Je ziet dat de technologie bindt, hè, daar zit overlap tussen die twee sectoren. Maar als je kijkt naar de manier waarop de sectoren zijn opgebouwd en ook de hele samenstelling, ja, daar zit natuurlijk een hele wereld van verschil in. Ja. Ik denk dat dat nog wel een uitdaging is om daar te kijken van hoe kunnen we die op een goede manier bij elkaar brengen. Ja. Zodat we uiteindelijk ook samen die stap kunnen zetten om die technologie op een goede manier te ontwikkelen en te kunnen toepassen. Ja. Mooi. Dat waren de belangrijkste uitkomsten erop. Top. Ja. Ik kijk even naar de klok. We hadden 45 minuten, we zitten op 37 als ik het goed heb begrepen. Ik denk dat het mooi is om dan ook binnen de tijd te blijven. Dus voordat ik jullie ga vragen of er nog afsluitende conclusies en opmerkingen zijn die jullie willen maken, denk ik dat het ook belangrijk is dat ik graag wil dat wij, als je zit te kijken deze mooie ochtend, dat ik ook wil uitspreken namens DROM dat wij zeggen, wij committen ons hier aan. Wij willen meehelpen in het faciliteren van een goed werkend ecosysteem. Ecosysteem, een beetje een lastig woord, realiseer ik me wel. Maar het gaat in die end om welke programma's die echt zinvol zijn, kunnen we optuigen met de industrie samen, de bedrijven, maar ook de start-ups en de scale-ups. Laten we die vooral niet vergeten, want het zijn niet alleen de grote bedrijven die hier voor verandering zorgen. Die, en als tweede de overheden, en als derde de kennisinstellingen. Want daar kunnen we in die driehoek, daar zitten wij tussen, daar kunnen we mooie dingen bereiken. Om een paar voorbeelden te geven, wij zullen concreet dit jaar nog vanuit de ROM het Metaverse Fonds lanceren. Dat betekent dat we een deel van onze funding gaan vrijmaken om bedrijven die willen experimenteren of die innovaties hebben op het gebied van digitalisering en ontwikkelingen die zich plaats kunnen vinden binnen de Metaverse, om die ook echt te helpen om die groeiversnelling te maken. Ik denk dat dat heel leuk is. Dat is de aankondiging daarvan bij deze, tijdens de Dutch Media Week, dat we dat gaan doen. Wij ondersteunen ook van harte de campusontwikkeling. Hoewel we, en dat is natuurlijk onder andere hier in Hilversum, maar er zullen ook andere campussen zijn die ontwikkeld kunnen worden, waardoor je die inktvlek van dat mooie ecosysteem groter maakt. Misschien moeten we wel samen met, en gooi ik even een ballonnetje op, een universiteit op het Mediapark gaan beginnen. Of bij de Dutch Game Garden in Utrecht om visie te ontwikkelen over hoe wij als Europa om moeten gaan met filterbubbels en fake news. Want laten we wel wezen, er zijn ontzettend veel problemen op dit moment. En die worden niet minder door het feit dat er bubbels zijn waar mensen in terechtkomen. En ook vooral omdat ze niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. En wij zullen natuurlijk van harte ervoor zorgen dat we de innovatieagenda die vanmiddag door de industrietafel wordt aangeboden, dat we die zullen ondersteunen. Nou, hoe doen wij dat dan? Onder andere door ervoor te zorgen dat we onze netwerken en de verbinding bijvoorbeeld met EZK in Den Haag, dat we die zoveel mogelijk activeren om ook dit verhaal naar buiten te brengen. Zodat mensen alert worden op het feit dat er zoveel meer gebeurt in de media- en gaming-industrie dan het ontwikkelen van spelletjes en het uitzenden van programma's. Want het is echt al mijlen verder dan dat. En ik denk dat nu wel de tijd is om ervoor te gaan zorgen dat de overheid het ook echt op zijn agenda gaat zetten. Want het stond er nooit op. En ik denk dat het belangrijk is dat we het vanuit een economisch perspectief ook gaan benaderen, de kansen die hier liggen, in plaats van alleen vanuit het traditionele perspectief van OCMW. Nou ja, want er liggen nog wel andere kansen, denk ik. Dat dit een van de grote stappen is die nu ook gezet worden. Los van het feit dat het überhaupt bijzonder is dat die innovatieagenda er nu komt en nu is. Is dat economische zaken nu ook ziet dat zij daar gewoon ook een rol in heeft. Dus het was tot voor kort altijd, media werd heel erg geassocieerd met OCMW. En dat is op zich niet onlogisch, zeker vanuit de publieke kant bekeken. Maar er zit zo'n economische component in.
En er zit natuurlijk ook een veiligheidscomponent in. Dat is het hele punt van privacy en data. Ja. Dus ook het ministerie van Justitie en Veiligheid zal daar ook bij betrokken worden. Dus op meerdere punten kan deze beweging die nu gemaakt wordt, kan ook zeg maar, de Haagse of onze problematiek helpen op te lossen. En dat is echt wel een stap vooruit die we nu gaan zetten. Helemaal goed. Laatste opmerkingen nog, of kan ik hem afsluiten, heren? Aan de slag, zou ik zeggen. Ja, dan wil ik jullie danken. Dankjewel, Gaston, dankjewel. We gaan aan de bak. Yes. Tot kijk, fijne dag en veel plezier.